Vandaag een vlog met wat shots van de koude winterperiode van vorige maand, waaronder deze prachtige watersnippen uit de Oostvaardersplassen. Het gebied is helemaal bevroren en dan komen ze wat uit hun moerassen en zijn ze iets beter te zien. Hoewel je ziet, ze zijn hier ook nog heel prachtig gecamoufleerd. En je kunt prachtig zien, de watersnip, een hele lange snavel. De kruinstreep is kenmerkend en die brede roomkleurige wenkbrauwstreep. Evenals de prachtige camouflage op de rug en die mooie zwart-donkere banden op de flanken. Ja, schitterende vogel. We zagen ze eerder in vlogs 35 en 53 van vorig jaar. Dus daar moet je even heen voor wat meer technische achtergronden. Ja, en dit schitterende beest is natuurlijk de zeearend. In vlog 38 van vorig jaar zagen we een juveniel, een eerste jaar. En in vlog 46 een volwassene, een echte adulte. En dit is een subadult. Je ziet, hij heeft al wel een gele snavel. Maar zijn kop is nog niet mooi licht grijs-geel. En zijn verenkleed is nog behoorlijk bruinig. Dus ik denk dat dit een derde of vierde jaar is. En hij zit hier ongelooflijk te knagen aan een karkas. Geen idee wat het is, maar nou, hij zit helemaal aan stukken te vreten. Schitterend gezicht. Het is een enorm beest, want naast hem staan zwarte kraaien en die zijn, ja, dat zijn dwergjes. Ja, dat is echt indrukwekkend. Geweldig, hè? Ja. Ja, zit er iets ongelooflijk aan stukken te kijken. De zeearend is een behoorlijk succesverhaal voor de Nederlandse natuur. Er broeden er over heel Nederland nou, een slordige 15 tot 20 paar. En als je dat maal twee vermenigvuldigt, mannetje, vrouwtje en de jongen van ja, de afgelopen winters, want ze broeden pas tegen hun vierde, vijfde, zesde jaar, dan heb je toch wel over 100 exemplaren in Nederland. En hier in de Oostvaardersplassen, daar kun je ze echt heel goed zien tegenwoordig. En je ziet het hier niet, behalve nummer 2 nu. Er zitten er een stuk of 6 tot 8 op een gebied van een paar honderd meter hier. Schitterend gezicht. Met nog een shot van mooie kleine zwanen. Die zagen we eerder in vlog 52 van vorig jaar, voor wat meer info. Ja, en dit sierlijke beest in de polders achter Spaarndam bij Haarlem is de zwarte zwaan. Dat is geen Europese soort, dat is een soort die uit Australië komt. Hij is wat kleiner dan onze knobbelzwaan die je daarachter ziet en op de voorgrond. En ja, kenmerkend is dat hij helemaal zwart is. Met naar verhouding de langste nek van alle zwanen. Een roze-rode snavel met een wat lichtere punt. Hij heeft grijze poten. En zoals je kunt zien hier heeft hij ook een witte vlek op zijn vleugels. En als hij zijn vleugels spreidt zijn het echt hele grote witte velden. Dus in de vlucht is hij overwegend zwart met wit, terwijl als je hem zo ziet, en zo zie je hem het meest, is hij helemaal zwart. Dan kun je goed zien dat onze knobbelzwaan veel zwaarder en logger is dan de zwarte zwaan. Ze zijn ontsnapt uit siervogelcollecties en je kunt ze in heel Nederland aantreffen, maar ze zijn wel schaars met een 100, 200 exemplaren. Dit schitterende mannetje torenvalk, kenmerkend met zijn grijze kopje, zag ik op Wieringen. Ik heb hem in de vlogs van vorig jaar een aantal keer behandeld, dus voor meer info moet je even daar kijken. Bij Slootdorp in de kop van Noord-Holland, deze groep mooie tundra-rietganzen. Je kunt niet zo heel goed de snavels zien, die zijn klein en hebben een kleine oranje-roze vlek. Je kunt wel heel goed zien dat ze allemaal een beetje donkere koppen hebben op een lichte hals. Ze zijn ook wel verbrande lucifer.
vlog 49 van vorig jaar en vlog 8 van dit jaar voor meer informatie over de rietgans. En tot slot, vlak bij huis, bij Bad Hoevedorp, toch nog een keer een shot van de schitterende patrijzen. Een van mijn lievelingsvogels. Ze blijven mooi met hun oranje kopjes en een prachtige gecamoufleerde kleed. Dat was hem voor deze keer. Weer tot de volgende keer. Dag!